de dagelijkse standaard podcast met Michael van der Galien. Ja 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 ja. Goedemiddag, goedemorgen, goedenavond, wanneer je ook maar luistert. Dit is Michael van der Galien voor DDS Rants. Dat is DDS Rants, de korte, explosieve podcast voor de Dagelijkse Standaard. Dat is dagelijkse standaard.nl. Bezoek onze website. Um, vandaag in het nieuws een uh, een paar video's die we ook op dagelijkse standaard.nl hebben gezet. Van Renske Leijten en Pieter Omzicht. Pieter Omzicht en Renske Leijten hebben uh, Mark Rutte totaal gesloopt in de Tweede Kamer. In het zoveelste debat over de toeslagenaffaire. De toeslagenaffaire is natuurlijk nu al jaren aan de gang. Het vorige kabinet Rutte is daar zogenaamd over gevallen. Vervolgens kwam het oude kabinet Rutte gewoon weer terug in een nieuwe kabinet Rutte gedaante. En eigenlijk deed iedereen. Uh, dronk iedereen een glas, deed iedereen een plas en alles bleef eigenlijk zoals het was. Nou, de oppositie is weer heel erg boos deze week en terecht, uh, omdat er documenten zijn bovengekomen waaruit blijkt dat het kabinet al vier jaar geleden op de hoogte was van wat er gebeurde in de toeslagenaffaire, maar dat deze documentatie geheim is gehouden voor de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft dus elke keer gehandicapt gedebatteerd over, over dit onderwerp. Het is schandelijk, het is schadelijk en het is. Ongelooflijk in strijd met alles waar de democratie zogenaamd voor staat. Maar helaas, dit is ook de werkelijkheid in Nederland, anno 2023. Uh, en Renske Leijten en Pieter Ontzicht, twee leiders in de toeslagenaffaire, zijn helemaal klaar met deze puinhoop. Uh, Renske Leijten van de SP heeft uh, in haar inbreng uh, deze week hard uitgehaald naar het kabinet. En zelfs de, de Kamervoorzitter Vera Bergkamp van D66 opgeroepen. Om anders maar de Rijksrecherche in te zetten. Om al een documentatie boven tafel te krijgen over de toeslagenaffaire. Dus dat is documentatie die, uh, die uh, dan afhankelijk is: uh, die, waar, waarvoor de oppositie afhankelijk is. Van het kabinet en van ambtenaren om het in te kunnen zien. Uh, dat zijn al die documenten, documenten alle interne documenten, waar uh, die gaan over de, de afhandeling van de toeslagen. De afhandeling van de toeslagenaffaire zelf. Uh, het onderlinge contact dat ambtenaren en politici hierover, hierover hebben gehad. En zo verder. En ook met advocaten. Want deze e-mail waar het vandaag uh, deze week over ging, dat was een e-mail van een advocaat van de toesla, uh, toeslagenaffaire ouders. Ze wil dat allemaal hebben en ze zegt wat hier gebeurt kan niet. We worden elke keer als Tweede Kamer weggezet als gekke henky, en we worden elke keer met een kluitje het riet ingestuurd. En het kabinet houdt gewoon heel duidelijk bewust informatie achter. En daarom moet de Rijksrecherche maar worden ingezet. En Pieter Ontzicht, tegenwoordig onafhankelijk kamerlid daarvoor van het CDA, is ook helemaal klaar met de half criminele vrienden van het kabinet. En hij heeft letterlijk gezegd in zijn inbreng dat het kabinet jarenlang gelogen en bedrogen heeft. En hij zei ook tegen Rutte, die erbij zat: Kijk die ouders nu eens in hun ogen. En het opvallende van zowel, zowel Omzicht als van Leijten is dat ze tijdens hun inbreng heel erg duidelijk maakten. Dat ze eigenlijk niet konden begrijpen dat Rutte zich er totaal niet druk om lijkt te maken. Deze man zit ook in de Tweede Kamer, tijdens dit debat bijvoorbeeld. Heel rustig voor zich uit te kijken. Een beetje met zijn telefoontje te spelen. Af en toe speelt hij eens even dat hij iets wel, best wel ernstigs vindt. En dan zet hij een ernstig gezicht op. Maar dat is het wel. En zij zeggen tegen hem: Hoe kan het nou dat het jou? Van je, zo van je af lijkt te glijden. Het lijkt je helemaal niet uh, het lijkt je helemaal niks te doen. Hoe kan dat? Nou, lijkt en ontzicht. Ik heb er wel een antwoord op. De reden dat het Rutte niet, niets doet, is dat Rutte een psychopaat eerste klas is. Hij is geen gewelddadige psychopaat. Er zijn psychopaten die, die, uh, die zijn crimineel die gaan bijvoorbeeld mensen vermoorden of verkrachten en zo verder. Maar er zijn, of fraude plegen op grote schaal. Maar er zijn ook criminelen die zich aan de wet houden, in principe. Maar die, hoewel je daar ook bij aan kunt twijfelen trouwens, bij, uh, bij deze mensen in het kabinet. Maar die zich houden in principe aan de wet, maar die gewoon overduidelijk empathieloos zijn. Die er overduidelijk alleen voor zichzelf zitten. Die een bepaalde agenda hebben en die daarvoor gaan. En dat is wat hier aan de hand is. Rutte is een psychopaat. En niet alleen is Rutte een psychopaat. De hele bende waar hij mee omgaat zijn ook psychopaten. Als je kijkt naar Sigrid Kaag, dat is overduidelijk ook een psychopaat. En waarom zeg ik met Rutte? Want Rutte is wel echt de grootste. Je ziet dat hij. Nul empathie heeft. Hij heeft echt nul empathie. Hij kan totaal niet met mensen meeleven. En het interesseert hem ook gewoon niet dat een ander leidt. Het enige waar hij zich druk om kan maken is dat als iemand hem in de weg zit. He, want het is bekend dat Rutte een heel kort lontje heeft. Dat zie je niet in de, in de Tweede Kamer. Waarom zie je dat niet in de Tweede Kamer? Omdat het in de Tweede Kamer over andere mensen gaat over het algemeen. En omdat in de Tweede Kamer hem, niema, niemand hem echt in de weg zit. Ze doen wel eens lastig af en toe. Maar hij weet ook dat hij elk debat gewoon weer overleeft. Nee, hij wordt boos achter de schermen als, als burgers, als kiezers niet kunnen meekijken. Dan wordt hij boos en dan gaat hij schelden als hij denkt dat iemand hem tegenwerkt. Maar in elk ander geval is Rutte totaal zonder emoties. Hij laat alles van zich afglijden. Het doet hem niks. Dat al die mensen, dat die toeslagige gezinnen, zo ontzettend in de, in, in de penarie zitten, dat die ontzettend lijden, dat gezinnen uit elkaar zijn getrokken, dat interesseert hem niet. En het interesseert hem niet, omdat hij geen gevoelens van empathie kan opwekken in zichzelf. Hij, Rutte, is een psychopaat. En dat is het hele probleem dat we met hem hebben. Want psychopaten kun je niet vertrouwen om op een goede manier om te gaan met een partij en met een land. Want in een menselijke maatschappij, in een menselijke constructie, heb je daadwerkelijk gevoelens van empathie en van verbondenheid nodig. Alleen dan doe je dingen voor elkaar. Maar Rutte doet niet dingen voor elkaar omdat hij een psychopaat is. En een psychopaat, doet, een psychopaat doet geen dingen voor andere mensen. Waarom zou hij dat doen? Hij heeft geen gevoelens bij die andere mensen. Het is alsof ze meubels zijn: meubelen zijn. Het is alsof, alsof iemand een bank is of als iemand een, alsof iemand een stoel is. Zo denkt Rutte over mensen. Dus het interesseert hem niet dat andere mensen verdriet hebben, dat andere mensen lijden, dat er mensen zijn die zelfmoord plegen in de toeslagenaffaire. Of ook met de boeren bijvoorbeeld, dat boeren zijn die zelfmoord plegen, dat er boeren zijn die hun bedrijf kwijtraken, dat er boeren zijn die geen hoop meer hebben. Dat soort dingen doen hem niks. Het enige wat Mark Rutte iets doet, is als jij hem in de weg zit. Dus stel je voor dat bij de volgende verkiezingen dat het erop aan lijkt te gaan komen dat uh, Rutte niet langer de grootste partij gaat zijn met zijn VVD, dan gaat hij zich misschien ergens druk om maken. Dan gaat hij misschien even veel van zich afbijten. Want dan maakt hij zich zorgen niet over anderen, maar over, over zichzelf. En dat is alles waar het met Mark Rutte om draait. Het is om ziek van te worden. Maar een belangrijk punt dat hierbij gemaakt moet worden is ook dit: Jan Rosa vandaag heel terecht op Twitter. Ieder volk krijgt de leider dat het verdient. En wij verdienen Rutte. Waarom verdienen we Rutte? Omdat we er niks aan doen om deze man te stoppen. Iedereen weet ondertussen wat voor man hij is. Iedereen weet dat hij continu manipuleert, dat hij continu liegt en dat hij continu bedriegt. Dat is ook niet zo gek, want dat is wat psychopaten doen. Psychopaten zijn per definitie oneerlijke mensen. Maar Rutte is ook een oneerlijk mens. Maar toch blijven wij op hem stemmen. Toch zorgen wij ervoor dat de partijen die met hem samenwerken. daar niet al te hard voor gestraft worden. Ja, het CDA wordt even gestraft nu en D66 ook. Maar uh, bijvoorbeeld GroenLinks en de PvdA. werken nu ook gewoon samen met Mark Rutte. Ook zij doen niks om hem tegen te houden. Sterker nog, in het debat over de toeslagenaffaire. heeft uh, uh, Van der Lee van GroenLinks. het eigenlijk gewoon voor Rutte opgenomen. En gezegd dat hij niet wil dat de politieke consequenties aan verbonden worden aan deze nieuwe zaak. Met andere woorden. Er zijn een paar partijen die zich op werkelijk op elke mogelijke manier verzetten tegen Mark Rutte, de FVD, PVV, dat soort partijen. Maar voor de rest zijn het allemaal partijen die samenwerken met Rutte en steeds weer wordt er ofwel op Rutte zelf gestemd, dan wel op de partijen die met hem samenwerken. En dit is waarom Nederland gewoon niet beter verdient dan de psychopaat die we op dit moment hebben. De gemiddelde burger, de gewone Nederlander, weet al lang wat voor man Rutte is. Er is geen mens meer die naar de TV kijkt als Rutte weer een verhaal ophangt. en als hij geconfronteerd wordt met zijn leugens, die denkt: wat een eerlijke, leuke vent is dat? Misschien dat ze dat nog hebben in Hilversum, hè, bij Vandaag Inside, maar de rest van Nederland heeft dat niet. Dus dat hij dan alsnog zoveel stemmen krijgt... of dat zijn bondgenoten alsnog zoveel stemmen krijgen... dat is echt totaal te danken aan onszelf. Of eigenlijk te wijten aan onszelf. Het is om diep triest van te worden. Maar Roos heeft wel degelijk gelijk, helaas. Goed, bedankt dat je hebt geluisterd naar deze korte aflevering. Naar deze DDS Rants podcast. Geniet van de dag, ondanks alle politieke zorgen. En steun ons op BackMe. Want zonder BackMe-steun kunnen we dit natuurlijk allemaal niet doen. Dat is dds.backme.org Daar kun je maandelijks doneren of eenmalig, een klein bedrag of een groot bedrag... het maakt niet uit. Elke cent, elke euro... helpt om dit, deze podcast te maken... en om de website natuurlijk in de lucht te houden. Hartstikke bedankt. Steun ons en ga naar onze website... dagelijkse-standaard.nl Voor meer informatie, nieuws en updates.